Goedemorgen, deze woensdagmorgen. Het is 10 minuten voor 8 en ik ben serieus gewoon aan het wachten tot het buiten licht genoeg is om een rondje te kunnen wandelen. Ik denk dat je het echt kan zien. Zelfs de weerschaapjes staan hier buiten. We noemen ze de weerschaapjes, maar het zijn gewoon normale schapen. Die iemand in onze achtertuin bewaard moet zo maar zeggen. Oeh, wat lekker licht. Maar goed, het is dus nog, ik kan jullie nog dat echt goed kunnen zien. Het is nog donker buiten. Niet heel erg, maar wel donker genoeg dat ik het niet heel fijn vind om nu al buiten te gaan wandelen. En dat probeer ik toch wel een klein beetje nu te doen. Zeker als de kinderen er niet zijn, dan kan het 's ochtends lekker. Zodat ik wat beweging krijg, want zeker op maandag met woensdag beweeg ik niet heel erg veel naast het sporten. Dan zit ik vooral op mijn kont. En dat is een beetje extra rondje bewegen. En ik moet er ook een beetje aan gaan wennen, want ons plan is om ergens dit jaar een puppy te nemen, of te nemen, de koppen. En dan moet je ook gaan wandelen en dat zal soms vooral op mij aankomen. Ik ga alvast mijn salade voor tussenmiddag maken terwijl ik wat YouTube kijk. En toen zag ik dat Rowena, die doet ook het keto dieet, die ging een chia pudding maken. Toen dacht ik, dat deed ik vroeger ook wel eens, vroeger, anderhalf jaar geleden, toen ik ook het ketogene dieet zat. Maakte ik chia pudding met, volgens mij was het meer met chocolade eiwit. Maar dat was echt een super lekker toetje, zeg maar. En dat mis ik nu gewoon best wel. Ik heb mijn koekjes en mijn pure chocola. Maar ik ben zo gewend om lekker een snack te hebben na mijn avondeten met mijn koffie. Echt iets zoets, dus chocola vaak. Dus ik denk dat ik dat even ga maken. Ik heb het al ingepast in mijn macro's voor vandaag. Dus dat ga ik doen na mijn wandeling. En daarna mag ik werken en dan mag ik mijn kindjes ophalen. Dan heb ik zo excited. Ik heb ze sinds vrijdagavond niet gezien en het is nu woensdag. Dus dat vind ik altijd best wel lang. Tegelijkertijd is het voor hun fijn dat ze een langere periode in één huis wonen. Dus ja, ik ben wel weer heel erg blij dat ik ze vanmiddag mag ophalen. Dat vind ik fijn. Wow, ik heb pijn met de lappen. Ja. Maar schommelen, naar voor en naar achter. Rustig, voor, achter. Voor, achter. Voor, ik heb je al dicht gedaan op vakantie. Good job, bro. Met je handen de stang vast en ga je met je buik op de stang liggen. Mama, lekker vast. Oké. Ja, liggen. Stang vasthouden, hè? Stang vast. Niet de touw, stang. Auw! Ja, nee. Stang vast, ik heb je vast. Ik ben. Wat ben ik naar school? Nee. Naar school. Ga jij vandaag naar school? Ja. Dan moeten we wel. Eten hebben. We hebben je tas al gepakt. Dat gaan we zo laten zien. Gaan we even aankleden? Ja. Gaan we zien wat je gaat meenemen voor in de kring. Goed zo. Ga mama zo nog even jouw haartjes kopen. It's not the first time that I'm happy. It's not the first time I feel good. But it's been a while since that happened. Knock on wood. Try to stay cool on the surface. I'd ask you to stay if I could. Though my lips are sealed, you still get me. Yeah, you do.
That's why I said that we should be more than a couple. Of hours is not enough. So kiss me again and again and again. The way it should be. Wow, I still look like poop. Het is vandaag warme truiendag. Dus ik had een trui gepakt. Niet omdat het warme truiendag was, maar omdat ik dacht, het zal ook koud worden. Toen keek ik net naar het nieuws. En toen wordt het vandaag gewoon 15 graden. Dus ik ga geen trui meer doen. Dan moet ik even bedenken of ik het dan ga aandoen. Ik heb echt altijd op schema. Maar ik ben echt verkouden aan het, denk ik. Nou ja, ik weet wel zeker. Want ik was gisteravond. Nu ben echt met zanddoekjes, vitamine C, neusspray, paracetamol. Ik ben echt om alles gaan slapen. En het gaat wel, maar... Ja, ik ben wel bang dat ik het nog door gaat zetten. Heb ik hier nog wel weer aan moet, ik weet het niet meer. Oh. So annoying. Oh god, 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 oh god. I'll ask you to stop, but I won't. The way that we both feel about this just means go. That's why I said that we should be more than a couple of hours. Guess who did her make-up? Finally. Oh, kijk, dit is Pascal al. Dat komt goed uit. Het is vandaag zaterdag. Ik ben nog steeds snot verkouden. Met een hele waarom ik gisteren niet zoveel gefilmd heb. En ik sta op het punt om met Loop naar zangles te gaan. En ik denk dat we daarna ook gewoon de vlog gaan afsluiten. Maar ik weet niet zo goed dat we dan nog verder echt een bijzondere dingen gaan doen van het weekend. Waarschijnlijk niet zoveel. Dat was het inderdaad voor deze video. Ik heb niet meer de vlog echt afgesloten. Want ik voelde me daarna niet zo heel erg lekker. Gelukkig was het wel fijn weer. Ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. Dat jullie wat inspiratie en motivatie eruit hebben gehaald. Dat het mogelijk is als moeder zijnde van twee kleine kindjes. Met al hun sporten, school, noem het maar op. Om toch een actief leven te leiden. En je aan het keto dieet te houden. Doe een duimpje omhoog als je meer van dit soort video's en kijkje in mijn leven wil hebben. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en dan zie ik jullie in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei doeg! That's why I said that we should be